geven. Ja, dat er ontevredenheid is in het land. En dat burgers, zoals verankerd in onze grondwet, het recht hebben om te protesteren. En de regering heeft dat opgevangen. En ik was bijzonder blij toen ik hoorde dat de president de groep heeft uitgenodigd om te praten. Want zelfs wanneer we bezig zijn oorlog te voeren, komen we aan die onderhandelingstafel om dat probleem op te lossen. Ja? Dus, en gisteren heb ik bijvoorbeeld die persconferentie gevolgd van de regering. Dus er is serieuze aandacht gegeven aan de zaken die de protesterende naar voren heeft gebracht. Dus laten we nu de regering de ruimte geven om te werken naar een structurele oplossing voor de problemen die zijn aangedaan. De president haalde ook aan, Sabaku project is voorlopig opgeschort. Bent u blij hiermee? Ik ben blij met alle oplossingsmodellen die voor tevredenheid kan zorgen bij de burgers van het land, de bestuurders. Dus we kijken uit naar die gedetailleerde informatie, want die hebben we nog niet. En als wij een rol moeten vervullen in deze als de Nationale Assemblée, dan zijn we beschikbaar. Ik hoorde de hoofdinspecteur Gentle aangeven van er moet een wet openbaarheid van bestuur komen, zodat er duidelijkheid is, meer transparantie. Hoe ver is het parlement hiermee? We hebben die wet al. We hebben zelf een wet openbaarheid van bestuur ingediend door de regering. En een initiatiefvoorstel. Die commissie van rapporteurs is in december ingesteld. Dus we kijken uit naar dat traject. Dat moet worden afgelegd, zodat we kunnen gaan naar openbare behandeling. Maar we zijn nog niet zover, maar het is al hier. Dus zoals gebruikelijk hebben we een traject die we moeten uitzetten. Dus dat gaan we nu doen.